Goedemiddag of stilaan een goede avond iedereen. Ik hoop dat we luid en duidelijk te horen zijn. Bedankt voor uw aandacht en bedankt voor de interesse in het thema. Het is een vervolgwebinar, Theo, zo noemen we dat. We hebben hier enige tijd geleden nog eens samengezeten om jullie op dat moment de meest actuele stand van zaken te geven en onze visie op een aantal evoluties in Oekraïne, maar ook de internationale gevolgen en de gevolgen voor ons concreet. Er was toen heel veel interesse. Er zijn ook nu, vandaag zijn er opnieuw heel veel inschrijvingen. Ik bedank ook alle moedigen die het mooie weer. Hier in Brussel is het alleszins mooi weer. Ik ga ervan uit dat in de rest van Vlaanderen het ook mooi weer is. Ik bedank dus de moedigen die deel willen nemen aan deze vervolgwebinar. En ondertussen is Theo, zoals iedereen hem kent, opnieuw fotootjes aan het nemen. We willen met jullie eigenlijk opnieuw dus eens kijken van ja, waar staan we nu? En dus we zouden eigenlijk drie blokken van thema's willen behandelen. Daarna gaan we ook eens kijken naar de verschillende vragen die ingediend zijn. Een eerste blok is van ja, hoe staat de oorlog er zelf op dit moment voor? Waar staan we in de strijd tussen Oekraïne en Rusland op het terrein? Dat is één. Een tweede luik is wat zijn de gevolgen op economisch vlak? De sancties, hoe treffen die Rusland? Maar voornamelijk, wat zijn ook voor ons de gevolgen in het kader van de energieprijzen, voedselprijzen die stijgen? Wat zijn daar allemaal de gevolgen? En dan een derde luik is, wat heeft Poetin gerealiseerd in het kader van het Westen? Het Westen is misschien hechter dan ooit tevoren, alleszins hechter dan voor het uitbreken van de oorlog en de invasie van Poetin op 24 februari. Wat zijn daar de gevolgen? We zitten ook in aanloop van een heel belangrijke NAVO-top in Madrid volgende week, 29 en 30 juni. Dus daar, met die verschillende onderwerpen, willen we samen met jullie aan de slag gaan. Dus eerst het conflict zelf. En dus zoals gezegd, 24 februari is de oorlog gestart, want we spreken van een conflict, maar het staat eigenlijk over een open oorlog. Invasie. Waarbij Poetin op een hele trieste manier Oekraïne is binnengevallen. Niet alleen in de Donbass-regio, waar dat conflict zich nu voornamelijk afspeelt, maar hij hoopte eigenlijk op basis van een blitzkrieg vrij snel heel Oekraïne, of toch heel belangrijke delen van Oekraïne te kunnen bezetten. Hier zie je een eerste kaartje. Ik hoop dat er voor iedereen goed doorkomt. Waarbij dat is beeldmateriaal, open sources heet dat dan. Dus open beeldmateriaal aangeleverd of ter beschikking op de website van BBC. Waarbij dat je linkse kaartje is pre-invasion. Sorry voor het de Engelstalige slides, maar het is dan ook beeldmateriaal van de BBC. Dus de situatie voorafgaand aan de invasie en de situatie waar dat we nu staan, waarbij dat we eigenlijk al met een aantal invloedssferen zaten van Russisch gezinden in die Donbass-regio, maar waar dat je nu door de invasie ziet dat die invloedssfeer en dat die Russische controle veel verder reikt dan de oorspronkelijke situatie. Heel belangrijk om daarbij aan te stippen in het conflict is dat jullie weten allemaal de problemen die er geweest zijn en de grote oorlog die er gewoed heeft in Mariupol, waarbij dat Poetin erin geslaagd is om dus een landverbinding te maken met de Krim, die dus eigenlijk heel die zijde van de Zwarte Zee inneemt. En dus dat is eigenlijk volledig onder Russische controle. Dus oorspronkelijk was het de bedoeling van het Russische leger en van de Russische presidentiële leiding om die invasie veel verder te kunnen laten gaan. Maar hij is daar, zoals dat we ook allemaal al gelezen hebben en gehoord hebben, op een aantal problemen gestoten. Eén, het verzet van de Oekraïners was veel steviger dan dat hij op voorhand ingeschat had. Twee, hij heeft ook op
wat interne mankementen gestoten van zijn eigen leger. Dat eigenlijk niet echt goed wist waaraan dat ze begon, waar dat er toch wel wat pijnpunten blootgelegd zijn, waar dat je toch uit kunt afleiden dat het Russische leger misschien toch niet zo performant is dan dat het zichzelf voor de volgende slide. Als ik hier op klik, denk ik dat ik naar een volgende slide kan gaan. Voilà. Voilà. Dus hier zoomen we iets meer op, in op die Donbass-regio, want daartoe is het conflict, de oorlog, op dit moment meer herleid. Er is sporadisch nog wel in andere gebieden in Oekraïne een bom die gedropt wordt, maar het echte conflict, de doden, de gewonden, de grote aantallen van slachtoffers aan beide zijden van het front, situeren zich nu voornamelijk dus in die Donbass-regio, de twee provincies, Luhansk en Donetsk. En als je daar naar dit kaartje kijkt, dan is het meest rechtse deel, dus die Luhansk-provincie, is nagenoeg volledig onder controle van Rusland. Hè. Dus er is nu die strijd bezig in Severodonetsk. En daar zit voornamelijk nu het grote conflict, situeert zich daar voornamelijk. Daar is het offensief van de Russen voornamelijk bezig. Van zodra dat Severodonetsk gevallen is, is eigenlijk heel die provincie van Luhansk onder controle van de Russen. En zullen we, en alles wijst er wel op dat dat toch wel heel realistisch is, dat dat zal gebeuren. En dat de aandacht van Rusland zal verlegd worden naar de Donetsk-provincie. Dus dat is dan de provincie waar dat de hoofdstad Donetsk is. Dat daar dan de pogingen door Rusland zullen ondernomen worden om daar verdere terreinwinst te kunnen boeken, om die twee provincies, die dan de Donbass genoemd worden, om die eigenlijk integraal onder controle te krijgen. Daarnaast zien we wel, en dat is eigenlijk voor de Oekraïners is dat eigenlijk allemaal heel negatief nieuws, als je weet wat voor gevolgen dat heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Mariupol, er wonen, als ik me niet vergis, nu ongeveer nog een 100.000 inwoners. Als je weet, dus dat is nu een platgebombardeerde stad, waar dat niks meer, bijna niks meer overschiet. 100.000 mensen wonen daar nog, die dus in afgrijzelijke omstandigheden daar nu proberen te overleven. Geen water, echt triestige toestanden. Maar ook alle gevolgen van dingen. Als je geen proper water hebt, is er kans op uitbraak van allerlei ziekten en dat soort dingen meer. Dus die situatie is daar echt wel heel, heel schrijnend, mensonterend, zou ik wel kunnen zeggen. Langs de andere kant zien we, ik denk misschien is dat nog beter te zien op het derde kaartje dat we nog voor jullie hebben. Voilà, dit hier. Zie je daar dat er toch, er is ook positief nieuws voor de Oekraïners. Enerzijds zijn erin geslaagd om die blitzkrieg, om die te kunnen afblokken en dus de inname van terrein voornamelijk te herleiden tot die Donbass-regio en die zuidelijke regio en die verbinding met de Krim. Maar tegelijkertijd, je hebt ook allemaal gehoord dat er vanuit het Westen ook de Belgische regering levert daartoe toch enige poging tot bijdrage. Worden daar wapenleveringen voorzien? Wordt de Oekraïnse regering voorzien van de nodige inlichtingen? En wordt daar ook in sommige gebieden langs Oekraïnse zijde terreinwinst geboekt? Dat zijn dan de paarse zones die je daar aangeduid ziet. Waarbij dat ten zuiden in, rond Kherson en dan in het noorden, dat kan je misschien nog beter zien op het vorige kaartje, voilà, in de regio rond Kharkiv, wordt dus eigenlijk het Russische leger teruggedrongen. En dus alles wijst er wel op dat mede kan gerealiseerd worden door die inzet van westers zwaar materieel om de Russen echt wel te kunnen bekampen.
De vraag is natuurlijk, de vraag van 1 miljoen, zou ik bijna durven zeggen, is van hoe gaat zich dat, hoe gaat het terrein nu verder evolueren? Hè? Dus het is twee doelstellingen zijn voor president Poetin van belang. Enerzijds die landverbinding te kunnen maken rond naar de Krim toe, Crimea. Maar dus dat is gerealiseerd. Tweede doelstelling is de volledige verovering van die Donbass-regio met die twee provincies Luhansk en Donetsk. En dus daar is hij ook de nodige terreinwinsten aan het boeken. En dan is de vraag hoe dat het zich verder zal evolueren. We gaan er vanuit dat dat nog wel een hele tijd zal duren vooraleer dat die provincie Donetsk zal gevallen zijn. Dus dat er ondertussen de komende weken, de komende maanden, jammer genoeg, nog bijzonder veel slachtoffers, doden en gewonden zullen vallen. En dus dat we nu moeten, we moeten zien dat het is de taak van het Westen om Oekraïne, de Oekraïnse regering, om die te blijven ondersteunen met nog meer wapentuig. Ik denk dat we als land ook nog zelf extra inspanningen moeten leveren om nog meer materiaal te kunnen aanleveren. Dat dat een collectieve verantwoordelijkheid is van het Westen om dat te voorzien. Om die strijd te kunnen blijven voeren, om die te kunnen blijven aangaan. Om daarvoor te zorgen dat die echt wel kan teruggedrongen worden. Oekraïne zelf voelt zich sterk. Is er trouwens ook op een bijzondere krachtige manier in geslaagd om zich te organiseren. Die hebben duidelijk lessen getrokken uit 2014. Waarbij dat de Krim veroverd is geworden, hebben ze de afgelopen jaren echt wel geïnvesteerd in hun leger. En dat, daar plukken ze nu toch enigszins de vruchten van. Anders was die blitzkrieg al geslaagd geweest en zaten we nu in een volledig ander debat. Dan was Oekraïne veroverd geweest. Dan stonden ze, met andere woorden, direct aan de, nog dichter aan de poorten van Europa. Dus daar is goed werk geleverd van Oekraïne, maar ze gaan het nog bijzonder lastig krijgen. Beide, en dat is nog wat de catch 22, ik weet niet of dat schoon Nederlands is, mijn excuses voor het Engelse taalgebruik, maar beide kanten zijn ervan overtuigd dat ze deze oorlog kunnen winnen. Rusland is er nog steeds van overtuigd, ondanks de mankementen in het leger, ondanks de legerleiding waar dat er wissels bezig zijn, ondanks die problemen van interne organisatie van het Russische leger, is Rusland ervan overtuigd dat ze nog terreinwinst kunnen boeken. Oekraïne voelt zich ook sterk omdat ze gevoed worden met wapentuig uit het Westen, omdat ze zelf al de nodige successen geboekt hebben met het afblokken van de verovering van Kiev in de beginfase van de oorlog, maar ook met de relatief beperkte terreinwinst die er de afgelopen weken gevoed zijn, voelt zich ook sterk genoeg. Dus aan beide zijden is er op dit moment geen behoefte, is er geen noodzaak, is er geen wil om naar een diplomatiek overleg te gaan met kans op slagen. En dus daar zitten we nu waarschijnlijk nog voor de komende weken, de komende maanden, vast in een strijd waar dat wij op basis van onze informatie niet kunnen voorspellen hoe dat conflict zal aflopen, hoe dat conflict zal eindigen. Maar uiteindelijk zal er toch een overleg moeten plaatsvinden om daar naar een oplossing te gaan, wat die ook mogen zijn. Ik vind het vanuit het Westen, vanuit het standpunt dan van Europa, bijzonder, bijzonder lastig dat je met een Rusland zit dat zo agressief handelt met een Poetin, een president Poetin, waar dat volgens mij bijzonder moeilijk is om daar verdere afspraken mee te maken, met daar akkoorden mee te sluiten. Als je ziet op wat voor een trieste, verschrikkelijke, mensonterende manier dat hij te werk gaat, met de wreedaardigheden die zijn leger uitvoert in sommige regio's die veroverd zijn of tijdelijk veroverd werden, de mensenrechten die langs alle kanten geschonden zijn, om met zo iemand rond de tafel te gaan zitten om een akkoord te sluiten, is denk ik wel bijzonder lastig, maar op een gegeven moment zal er een akkoord moeten gesloten worden. Theo? Ja. Zien zij ons nu? Of? Ja, ze hebben ons altijd al gezien. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, een kaartje mag weg wel, denk ik. Oké, dan kunnen wij beter zien.
Oké, okay, goedenavond op mijn beurt. Misschien een paar dingen rond het NAVO-gebeuren, de NAVO-top van Madrid en hoe dat wij ons wapenen. We hebben heel veel vragen binnengekregen, wel 60 vragen denk ik. Er waren er een aantal rond de NAVO. De vraag was, de klassieke vraag is, ja, heeft de NAVO dit niet zelf veroorzaakt? Die agressie hebben we Rusland te veel geambeteerd en niet geprovoceerd. Ja, ik heb daar natuurlijk een andere mening over. Ik vind dat niet. Hè. Dus het is zo dat het NAVO-verdrag van 1949, het Washington-verdrag, de oprichting van de NAVO, heeft een heel duidelijk artikel 11 dat zegt dat een lidstaat die wil en in volledige soevereiniteit, een land dat in volledige soevereiniteit en op democratische wijze zich uitdrukt om lid te worden van de NAVO, dat dat kan bekeken worden. En als er unanimiteit is binnen de NAVO, dat dat dan ook kan gebeuren, omdat die dit worden. En zo zijn we natuurlijk gegroeid tot een alliantie van 30 bondgenoten. Mogelijk naar 32 met Finland en Zweden. Daar zijn ook heel wat vragen over gesteld. Finland en Zweden gaan er volgens mij wel bij komen, al is het wel zo dat ik niet weet of dat volgende week al rond zal zijn. Turkije blijft moeilijk doen, vooral naar Zweden toe, over YPG en PKK. Terroristen, mensen die verdacht worden van terrorisme, die ze willen uitgeleverd weten. Waaronder een Koerdisch parlementslid in Zweden. En in Zweden heb je een hele nipte meerderheid met één parlementslid over. En laat dat nu net dat Koerdisch parlementslid zijn dat verdacht wordt voor sympathieën en ook activiteiten, steunactiviteiten voor PKK. Dus dat is natuurlijk een bijzonder delicate materie. Die vrouw die zal natuurlijk nooit uitgeleverd worden aan Turkije. Dat kan gewoon niet. Dan valt ook die regering. Stel dat ze dat zelfs zouden doen, dan heb je gewoon geen meerderheid meer in dat parlement. Dus dat is een bijzonder complexe situatie. Met als gevolg dat er op dit moment nog onvoldoende garanties zijn. We hebben gisteren ons boek over de NAVO, allemaal kopen trouwens, ons boek over de NAVO voorgesteld. Peter en ik in het Engels. Het is in het Engels vertaald op het NAVO-hoofdkwartier. En daar was de NAVO-ambassadeur van Turkije was daar. En die zat nu toch wel toevallig net naast Charlie Wimers, een Europees parlementslid van Zweden. Dus die zaten naast elkaar. Dat is puur toeval, maar die hebben natuurlijk wel een stevig gesprek gehad met elkaar. Ik hoop dat ze eruit geraken. Ik hoop dat die toetreding gerond geraakt tegen volgende week, dat kan aangekondigd worden. Dat is natuurlijk nog maar een begin van een proces. Het is niet omdat volgende week er een toetredingsaanvraag is en goedgekeurd wordt op de NAVO-top in Madrid, dat ze dan direct ook lid zijn. Dat moet dan naar alle parlementen van de 30 lidstaten, dat moet daar geratificeerd worden, goedgekeurd, en dan zullen ze lid worden van de NAVO. Dat zal dan toch nog een jaar of zo duren. Maar goed, dan is de bal natuurlijk wel in gang geduwd. De NAVO, hebben we het zelf gezocht? Ik vind absoluut van niet. We hebben natuurlijk heel wat nieuwe bondgenoten gevonden. We hebben ook heel veel Partnerships for Peace, partnerschappen met heel wat landen die geen lid zijn, maar wel toch waar dat er die toch pro-westers zijn. Dat moeten we blijven doen. Alleen is natuurlijk de vraag, als je NAVO-lid bent, dan heb je heel veel bescherming, artikel 5, collective defense. En als je geen lid bent, ja, dan zie je dat bijvoorbeeld zoals in Oekraïne, dat je eigenlijk wel een aantal maatregelen kan nemen, economische sancties, militaire wapenleveringen, intelligentie, dus inlichtingensteun, radarsteun, etc. Maar eigenlijk toch een stuk niet kan vermijden dat uw vijanden, zoals Rusland, maar ook China en anderen, binnenvallen. En dus daar moet eens heel grondig over nagedacht worden. Onze vrienden, onze partners, onze pro-westerse regeringen en landen, hoe kunnen we die beter beschermen? Nog beter beschermen in de toekomst. De NAVO-top in Madrid zal natuurlijk heel lang over Oekraïne gaan. Zelensky of een vertegenwoordiger worden daar ook verwacht. Ook Finland, Zweden, vertegenwoordigers, die zijn allemaal uitgenodigd. We gaan daar ook een nieuw strategisch concept afspreken. Het huidige strategisch concept, dat is een beetje een soort van de doctrine van de NAVO. Dat wordt om de 10, 12 jaar geüpdate. Het vorige, daar staat Rusland nog in als strategische partner. Dus dat wordt natuurlijk nu een strategische vijand is niet het woord, adversary, denk ik, dat is tegenstander. En China werd niet eens vermeld in het vorige strategische concept. Nu gaan we natuurlijk wel over China praten, dat is evident. Want je kan er niet buiten. China is ook heel sterk aan het opkomen en waarschijnlijk de grootste veiligheidsuitdaging groter dan Rusland.
Wat gaan we dan ook beslissen? We gaan dus over die toetreding van Finland en Zweden praten, over Oekraïne bijkomende wapenleveringen. België heeft al heel wat geleverd, alleen heel wat. Alles beperkt als je vergelijkt met andere landen, maar we hebben wel al materiaal geleverd. Op dit moment zijn er geen plannen om nog bijkomend materiaal te leveren, vooral omdat we gewoon geen materiaal hebben. Dat is wel een beetje treurig natuurlijk. En dan is het de situatie zoals ze is. En daarnaast heb je natuurlijk heel het debat over de 2% bruto binnenlands product. En er zijn ook heel veel vragen over binnengekomen. Hoe zit dat nu eigenlijk? Ja, kijk, wij moesten eigenlijk 2%, over 2 jaar moesten we 2% van het bruto binnenlands product investeren in defensie. Het bruto binnenlands product van België is 500 miljard euro per jaar. Wat is dat? Een BBP. Een BBP is eigenlijk alles wat economisch rondgaat in je land op een jaar. Export, import, handel, goederen, diensten, etcetera. Dat wordt allemaal samengeteld. En daarmee heb je een soort van idee van hoe krachtig economisch je land is. Ons land heeft een hoog BBP. We zijn een klein land, maar we hebben eigenlijk een zeer hoog BBP. 500 miljard euro, dat is best goed. En 2% daarvan, dus ongeveer 10 miljard euro, zou naar defensie moeten gaan. Dat hebben we beloofd in 2014, ondertekend door Elio Di Rupo, de PS'er, voorzitter, nu minister-president, om dat te halen tegen 2024. We hebben nu ongeveer 1%. En we moeten er over 2 jaar 2% hebben. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dus we gaan nu naar 1,54% tegen 2030. Ja. Maar dat is ook niet genoeg. We moeten naar 2% gaan. En dus nu is er een akkoord gesloten binnen de regering. Het is te zeggen, de regering heeft nu de intentie om te bewegen naar 2% tegen 2035. Ik zeg het letterlijk zo, omdat het ook niet meer is dan dat engagement. Maar de linkse partijen hebben daar heel moeilijk over gedaan gedurende weken. Die stond met zijn rug tegen de muur en die had natuurlijk dat nodig. Die had een politiek akkoord nodig om in Madrid niet af te gaan als een gieter en geen gezichtsverlies te leiden. Dus hij moest dan ook wel compensaties geven. Compensaties zijn ook bijkomend geld, sociale steun, onder andere voor inactieven, vooral dus voor de kiezers van de PS. Daarnaast 0,7% ontwikkelingssamenwerking tegen 2030 in de wet. Dus niet zoals het akkoord over de 2% tegen 2035, dat eigenlijk gewoon een intentie is waar dat er ook geen concreet budgetair traject wordt ingeschreven in de wet. Nee, gewoon in de wet voor ontwikkelingssamenwerking tegen 2030, maar niet in de wet voor defensie 2% tegen 2035. En dan weet je natuurlijk al genoeg wie dat er gewonnen is. Links heeft dit debat gewonnen, heeft deze discussie gewonnen. Die ontwikkelingssamenwerking is binnengehaald. Bijkomend 1,5 miljard euro steun, vooral voor inactieven, op vlak van koopkracht. Dus dat is ook voor de Vlaamse middenklasse zeker geen goede zaak. Daarnaast nog heel wat voorwaarden waaraan die 2% uitgaven moeten voldoen. Meer investeren in klimaat, hulp aan de natie, hè, dus dat wij overstromingen gaan helpen en zo verder. Op zich kan ik dat wel een stuk begrijpen. Defensie, Europees, Europees, Europees. Dat vind ik heel minder interessant, omdat je kan dat wel op zich als instelling hebben. Meer samenwerking Europees, absoluut. Maar om te zeggen, we kopen alleen nog maar Europees materiaal aan, dat lijkt me minder verstandig. Er zijn heel wat NAVO-bondgenoten die niet Europees zijn, die heel mooi en knap en performant en qua kostenbaten goed militair materiaal maken. Dat wordt dan niet meer mogelijk, puur Europees. Dat is echt een paard met oogkleppen aan, typisch deze regering. Dat is een andere voorwaarde. Dan zullen ze ook moeten gaan zorgen voor meer economische return voor de Belgische en Vlaamse bedrijven. Dat is natuurlijk goed. Daarvoor zullen ze moeten een uitzonderingsclausule 346 oproepen, maar dat op zich heb ik geen probleem mee, et cetera. Dus dat zit allemaal wel niet slecht. Er zijn ook wel goede voorwaarden. Maar op zich kan je alleen maar zeggen dat eigenlijk volgende week in Madrid een kat in een zak gaat proberen verkopen. Wij zijn trouwens nog altijd het slechtste land in de Europese klas, in de NAVO-klas. En dan moet je weten dat in het regeerakkoord staat dat België moet evolueren tegen 2030 naar het Europese gemiddelde van de niet-nucleaire landen, dus niet Engeland, Verenigd Koninkrijk en niet Frankrijk. En dat is 2,1% tegen 2030. Maar wij gaan pas 2% doen, misschien de intentie om te bewegen naar 2% tegen 2035. Dus deze regering breekt haar eigen regeerakkoord. Redelijk hallucinant eigenlijk om te moeten vaststellen, maar zo is het spijtig genoeg. Als ik er eventjes op mag inpikken, dus
Het is dankzij minister Steven van de Put dat er in Defensie op een methodologische manier gewerkt wordt. In die zin dat er met de manier gewerkt wordt van een strategische visie te hebben van waar wil ik of waar willen wij met de Defensie naartoe tegen 2030. Wat zijn daar de eventuele, de potentiële uitdagingen zonder dat je alles kan voorspellen. En daaraan gekoppeld was er ook een militaire programmeringswet. Dus de visie gekoppeld aan welke capaciteiten, welk materieel moet ik daarvoor kunnen verwerven, kunnen realiseren. En dus die militaire programmeringswet is nog altijd de basis waarop er gewerkt wordt. Vandaag, dus te zeggen gisteren, letterlijk gisteren, is er een geactualiseerde versie van die strategische visie en die militaire programmeringswet voorgelegd aan het parlement. En dus dat gaat uit, die militaire programmeringswet, dus voorgesteld door minister De Donder, waarbij dat zij zegt van ja, wij moeten tegen 2030 verder evolueren, nieuw materieel aankopen, investeren in personeel, goede zaak, hè. Maar daar is dan de ambitie vastgelegd en die wet zal een van de volgende weken wellicht in het parlement ook gestemd worden. Alleszins, er zal volgende week de bespreking over zijn in de commissie. Die wet legt vast, een maximum wordt dan vastgelegd op 1,55% van het BBP. Niet de 2% waar dat Theo van sprak, niet de 2% die het premier Alexander De Croo vorige week beloofd heeft. Maar wat dat er wettelijk verankerd wordt, is die 1,55%. Dus daar zit je dan met natuurlijk een groot verschil. Ons voorstel, als we zeker willen zijn dat dat engagement dat de premier in Madrid zal aankondigen van die 2%, om dat niet zomaar een loze belofte te laten zijn, is van pak dat nu vast, zorg ervoor dat je dat effectief in de wet verankert. Wij zullen daartoe een amendement indienen, omdat effectief ook wettelijk te kunnen verankeren, zodat het meer is dan een loze belofte, maar iets dat eigenlijk wettelijk vastlegt. Nu, Theo, ik wil niet u alle moed ontnemen, maar ik denk dat ons amendement ter zake niet bijzonder veel kans heeft op slagen, maar het is wel de enige manier om ervoor te zorgen dat je iets wettelijk verankert. De MR van Boucher zegt van ja, we zouden dat toch eigenlijk beter wettelijk verankeren. Nu, we geven eigenlijk aan de MR de kans om dat effectief ook wettelijk te verankeren. Dat eventjes. Ja, maar ze gaan natuurlijk wegstemmen. Hè? Ja. Dus het is voor een marionette regering en een marionette parlement. Dan waren er nog wat vragen van ja, waarom komt er geen vrede? Waarom roepen wij niet op om te gaan onderhandelen? Ja, ik roep elke dag op om te gaan onderhandelen en om een vredesakkoord te sluiten, maar niemand luistert. En dus dan krijg ik vaak van ja, je bent oorlogszuchtig en zo verder. Dat slaat natuurlijk compleet nergens op. Ik ben helemaal niet oorlogszuchtig, maar ik ben gewoon realistisch. En het is niet omdat wij met de N-VA elke dag zeggen er moeten aan tafel gaan, dat ze aan tafel zullen gaan. Hè. Dat slaat ook helemaal nergens op. Dan heb je nul inzicht in de politieke situatie. Rusland wil niet aan tafel, want zij hebben nog hun doel niet bereikt. En Oekraïne wil zijn territorium terug en vertrouwt Rusland niet. Dus die gaan daar geen akkoord mee sluiten. Het vorige akkoord was een akkoord in Budapest. Nee, het vorige akkoord was eigenlijk het akkoord dat gesloten is na de eerste inval in 2014. Dat is ook helemaal niet gehonoreerd. Dan heb je het akkoord van Budapest. Dat is ook helemaal niet gehonoreerd. Dus Rusland heeft nog nooit zijn woord gehouden naar Oekraïne toe. Dus waarom zouden ze een nieuw vredesakkoord sluiten? Dat slaagt natuurlijk nergens op. Dat gaan ze niet doen. Dus ja, ik wil vrede en ik wil een vredesakkoord. Dus al die vragen daarover, ja. Ik denk dat we in onze communicatie nog beter kunnen benadrukken. Ik wil niet cynisch klinken en ik wil niemand iets verwijten, want jullie stellen ook maar gewoon vragen. Maar er wordt heel hard aangedrongen op het hebben van een vredesakkoord, maar er wordt ook heel hard niet geluisterd. Dus dat is wel belangrijk dat ik dat weet. Dan is er geen risico dat Rusland Finland gaat binnenvallen als ze bij de NAVO gaan. Dat risico is er altijd, maar je moet natuurlijk wel weten dat er twee grote slagvelden voor Rusland, die kunnen dat niet aan. Ze hebben al zo'n zware verliezen geleden in Oekraïne. Dat nieuwe oorlog beginnen in Finland, dat gaat nooit lukken. Finland is ook al lang lid van de Europese Unie. Dus dat zal natuurlijk van een hele andere orde zijn als ze dat effectief zouden doen. Idem dito voor nu de discussie over de Genuska-gap. Ik zeg het juist, nee, het is anders. Dus dat kleine
stuk land, die landstrook tussen Rusland en Kaliningrad, waar dan nu zoveel rond te doen is, omdat Litouwen daar de transporten tegenhoudt. Hè, dus daar is heel wat spanning, bijkomende troepen opbouwen langs de Russische kant, langs de NAVO-kant. Ook daar denk ik dat Rusland twee keer zal nadenken voordat ze daar effectief naar een militaire operatie gaan, want dan zitten ze pal op NAVO-grondgebied. En dan kan je dus artikel 5 inroepen en dan ga je wel degelijk naar een veel groter militair conflict, mogelijk zelfs een wereldoorlog. Dus Rusland gaat daar toch twee keer over nadenken. Maar ja, wat die wegneemt, dat Litouwen hier toch ook wel wat voortvarend is geweest, heeft daar ook niet goed over overlegd. Dus dat zet ook wel wat kwaad bloed binnen onze alliantie. Niet evident. En daar ook is onze inbreng van het... van het leger is ook wel niet onbelangrijk om dat even te beklemtonen. Dus we zitten op dit moment in heel die regio, de grensregio met Rusland, zijn we nu actief met F-16's in Estland en zijn we actief in Roemenië. Beide opdrachten lopen stilaan ten einde. En zal er een nieuwe inspanning gedaan worden? Zal er voornamelijk dan in Litouwen ook, zullen daar ook troepen ingezet worden. Dus het is belangrijk, vind ik, om in het kader van die internationale solidariteit, dat we daar ook in het kader van de nodige afschrekking die het NAVO-schild ons biedt, dat we er zelf onze eigen bijdrage leveren en zelf ook voldoende troepen naar daar sturen om ervoor te zorgen dat die afschrekking effectief wel voldoende groot is en blijft. Ja. Dus dat zijn nog een aantal dingen. Ja, sorry, het is ook begrotingsdebat nu in het parlement. Dus we zijn een beetje buiten geslopen om dit te kunnen doen. Dat is een beetje aan de tand. Ik moet zelfs ook terug. Ik heb nog een paar tussenkomsten. Dus, goed, vragen. Misschien zijn er vragen gesteld in de chat of in de Q&A. Kijken we al wat doen. Ja, China. Ja, China is natuurlijk de lachende derde, hè, samen met India. Ze kijken gewoon een beetje toe. Ze steunen, denk ik, onder de waterlijn absoluut Rusland. Ook in hun discours in de Chinese kranten zie je sterke steun voor het Russische discours, Wouter. Dus dat is zeker zo. Maar goed, zij hopen hier een slagje te slaan. Hè, vooral omdat Rusland natuurlijk op termijn zijn olie en gas zal verkocht moeten krijgen aan andere partners. Want het Westen zal geen afnemer meer zijn. Ja, China ziet dat zeker zitten, hè, dus die gaan dat zeker met plezier aanvaarden. China en India zijn zeker de lachende derde in deze discussie. Theo, hier is ook nog een vraag van Jan over de howitzers. Hoe zit dat vooral juist? Dus die howitzers, dat zijn toestellen die wij hadden. Hè, dus dat zijn prachtige toestellen, dat zijn zware artilleriebatterijen die dus kilometers ver kunnen schieten met redelijk grote granaten en onrussen. Dus het is zo dat die howitzers, die hebben we gehad, die hebben we uit gebruik genomen. Flaho heeft die dan geüpdate of geupgrade om die te kunnen verkopen aan een aardige prijs. Dat is compleet mislukt, want die markt was volledig in elkaar gestoken, omdat de Amerikanen ook hun oud materiaal wouden verkopen. En we hebben die dus onder de prijs verkocht. Een aantal privébedrijven, die hebben die gestockeerd. Al jaren stockeren ze die en die zijn die nu aan het verkopen met gigantische winsten. En België was van plan om die terug te kopen en dan aan Oekraïne te schenken, maar die prijs was nogal hoog. België wou dat niet en nu heeft Groot-Brittannië die gekocht, maar ook Oekraïne zelf. En die zijn ondertussen onderweg naar Oekraïne. Pijnlijke affaire. Wat als Rusland een kernraket afvuurt? Wordt er gevraagd, hoe onderscheppen die? Maar ik denk dat daar van belang is om... Allee, er is sinds het uitbreken van een oorlog wordt er heel veel op aangesproken. Dat komt voornamelijk doordat Vladimir Poetin op een gegeven moment in zo'n een van die grote zalen tegen zijn twee generaals zo de opdracht gaf van brengen jullie het nodige in gereedheid. Is er eigenlijk bij heel veel mensen een grote schrik ontstaan van... Ja, hoe realistisch is dat, dat er hier nu in één keer kernraketten worden afgevuurd? En waar kunnen die allemaal vallen? Wie kan die allemaal treffen? Nu, we moeten enorm op ons hoede zijn en we moeten wakker zijn. We kunnen binnen de kortste keren, een kwestie van minuten, hangen we met materiaal in de lucht. Dus er is enorm veel mogelijk om de nodige afscherming te bieden, maar langs de andere kant
wil ik vooral erop wijzen dat we het uitbreken van een kernoorlog, ja, daar durf ik toch van te zeggen dat dat risico bijzonder, bijzonder klein is. Want dan breekt er gewoon natuurlijk, ja, dan ontploft de wereld. En dus in die zin is dat het risico dat er gelopen wordt door het inzetten van wapentuig, van dergelijk wapentuig, is bijzonder, bijzonder groot. Ik denk dat Vladimir Poetin dat ook beseft, dat er dan van zijn eigen land niks meer overschiet. Dus in die zin denk ik wel, ben ik ervan overtuigd dat het risico op een kernoorlog wel bijzonder, bijzonder klein is. Laat ons hopen. Ik ben er alleszins van overtuigd. Moeten de Krim en de Donetsk-provincies terug heroveren? Als je aan ons, en zeker als je aan Zelensky die vraag stelt, dan zegt hij uiteraard ja. Ik denk als we erin kunnen slagen om terug te kunnen gaan naar een situatie voor het uitbreken van het conflict 24 februari, en als er daar een akkoord kan rond worden gesloten, dat we al veel gerealiseerd hebben. Om nu, als je aan Zelensky vraagt, van ja, uiteraard moet de Krim er ook bij zijn. Ja, ik denk dat het vooral van belang is dat zo snel als mogelijk de wapens daar zwijgen, dat de verovering van Poetin binnen de perken blijft. En als we daarvan kunnen afdwingen, dat we teruggaan naar de grenzen voor 24 februari, dat we denk ik een aanvaardbaar compromis hebben kunnen bereiken. Maar zover zijn we nog lang niet. Ja, in feite is Rusland al gewoon. Hoe snel dat besef komt, hoe beter, ja, dat weet ik nu niet. Ik denk niet dat Rusland gewonnen is. Ik denk dat Rusland zich nog meer opnieuw heel sterk heeft geïsoleerd. Internationaal, en dat ze daar de gevolgen van zullen dragen de komende jaren. En dat wij natuurlijk meer onze eigen weg zullen gaan. Dus we krijgen een fase van een soort van nieuwe vorm van koude oorlog, weliswaar zonder een soort van Berlijnse muur. Alhoewel dat men grote hekken en muren aan het bouwen is. Allee, hekken, hele grote hekken tussen de Baltische Staten en Rusland en Polen en Wit-Rusland. Dus men is eigenlijk al bezig een soort van nieuwe muur te zetten. Hè. Dus Rusland, of dat zij op lange termijn gewonnen zijn, ik denk dat niet. Zeker niet. Maar ja, goed, de wereldvrede natuurlijk ook niet. En hebben wij dan gewonnen? Dat weet ik ook niet. Dus moeilijke situatie om te vroeg om dat al te zeggen. Ik denk niet dat Rusland genoegen neemt met enkel dat stuk dat ze hebben veroverd, die oude industriële bekkens in de Donetsk, in de Donbass. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze een veel grotere imperialistische agenda hebben en dat die dan nog wel duidelijk zal worden nadat ze hun wonden gelikt hebben na dit conflict. Of dat dan tot een vredesakkoord zal gaan, dat hopelijk wel. Hè. Dus, maar ik zie dat niet direct gebeuren. Moeilijke situatie. Peter vraagt ook van ja, hadden we niet beter de hand uitgestoken naar Rusland vanuit de NAVO? Ik denk dat er in die periode, niet eind jaren 80, begin jaren 90, maar iets later, Theo heeft er ook naar verwezen, dat er wel degelijk op die moment sprake was van een zeker partnerschap. Natuurlijk. Het is Poetin die dat partnerschap opgeblazen heeft op het moment dat hij in 2014 de Krim binnenviel. Hè. Dan ben je als partner niet betrouwbaar. Dus in die zin ligt daar de grote verantwoordelijkheid bij president Poetin. Ja, en dus hadden we meer kunnen doen? Dat is een goede vraag. Ik weet niet wie ze stelt daar. Peter, ja. Dat is een goede vraag, Peter. Maar dus dat is een goede vraag. Ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat we dat toen hadden kunnen doen. Maar goed, daarna is het altijd gemakkelijk om 30 jaar later de geschiedenis te herschrijven. Dus daar ga ik me verder niet over uitspreken. Professor De Vos vindt dat wel interessant debat sowieso. Alleszins dat Rusland schrik heeft voor de grootste schrik van Rusland, een invasie. Wij zijn een defensieve organisatie met de NAVO. We hebben nooit de intentie gehad om Rusland binnen te vallen. Dus dan moest dat zo zijn, dan slaagt het eigenlijk redelijk hard nergens op. Maar goed. Dus voorbereid op een raket, een kernwapen? In zoverre dat je daarop kan voorbereid zijn, weet ik dat niet. We hebben sowieso wel luchtafweer geschud op de NAVO-grens met Rusland. Daar staat heel wat, ook wel wat soort van wapenschild. Maar
als ze daar 10.000 kernwapens ineens afvuren, dan zal dat wapenschild nooit volstaan. En dan zullen er sowieso wel raketten ook hoofdsteden en andere plaatsen van Europa raken. Maar dat is niet uit te sluiten. Ja. Maar dan zitten we in een scenario van een derde wereldoorlog. Ja, ja, dan gaat het naar een complete escalatie en ja, vernietiging van heel, heel veel. Hè. Dus laten we daar maar niet van uitgaan. Zijn we voorbereid? Ja, we zijn voorbereid. We kunnen altijd terugslagen, we kunnen ook nucleair gaan. We zullen een stuk intercepteren van met ons wapenschild. Maar als hij echt bereid is om all the way te gaan, dan zullen er sowieso kernkoppen Europese hoofdsteden raken. Dat kan je niet buiten. Maar goed, allee, daar ga ik toch niet van uit. Steunen we ook het Russisch verzet? Ja, we steunen het Russisch verzet. Zeker, die vraag was ook ingediend, dus dat wordt gedaan, maar dat is natuurlijk niet evident. Zorgende levering van zware westerse wapens, voor de kentering in het voordeel van Oekraïne, houdt vooral tegen. Dus zware westerse wapens houden vooral de Russen tegen. En hebben ze al een stuk terug kunnen dringen, hebben ook Kiev veiliggesteld door onze wapensystemen en onze opleidingen die we gegeven hebben en onze inlichtingen die we geven. Maar echt een kentering, de Donbass is denk ik binnen dit en een aantal maanden Russisch geconsolideerd. Dus dat ziet er zeker niet goed uit. De twee provincies zijn wel zo groot als 5 maal België. Ja goed, oké, dat is zeker zo, maar daar woont natuurlijk niet zo heel veel volk. Maar dat is inderdaad, dat zijn zeer grote oppervlakten. Waar dat er heel wat mineralen zitten. Dus we hebben daar met Solvay ook altijd een grote chemische nijverheid gehad. En kolen en staal, dat blijft natuurlijk interessant. Ook veel landbouw daar, heel vruchtbare grond. Dus dat zijn wel interessante provincies voor te hebben voor Rusland. Met natuurlijk ook een goede doorgang en een link aan de Krim en een goede doorgang op de zee. Zodat een Zwarte Zeevloot goed kan opereren. Dat is zeker ook belangrijk. We zijn geen oppermacht meer, VS versterkt, verzwakte wezen, sterk. We zijn geen oppermacht meer, ja, daar ben ik het. Ik vind net dat, dat door, ik moet niet zeggen dankzij, maar door de oorlog in Oekraïne, dat het Westen eendrachtiger is dan ooit. Als je ziet. Wat er nu op gang gekomen is naar wapenleveringen, wat de Europese Unie gedaan heeft met de sancties. De neuzen staan ook allemaal in dezelfde richting. Finland, Zweden, die aansluiting zoeken met de NAVO. Dus ik denk dat we als Westen, en ik denk niet dat Poetin daar rekening mee had gehouden, dat het Westen eendrachtiger is dan ooit. Dus dat maakt ons eigenlijk wel sterk. En ik weet niet in hoeverre dat je kan stellen dat Rusland daarvan van profiteert. Ik denk eerder dat hij had verondersteld dat het Westen verdeelder zou zijn dan hoe dat we ons nu aan het opstellen zijn. Ja, dus, in verband met Oekraïne, ja, absoluut. Hè. Dus die voelen zich zeker bedrogen. Hè. Dus de afspraak om soevereiniteit in ruil voor het inleveren van kernwapens, het verdrag van Budapest, dat is natuurlijk volledig geschonden. Dus ja, dat is zeker niet oké. Okay, dus daar is een serieuze woordbreuk, verdragsbreuk, afsprakenbreuk. Dat is niet goed te praten. Die hebben daar zeker spijt van, maar goed, daar kan je natuurlijk nu niks aan doen. Wat die wil wegneemt, dat ik nog altijd wel beter vind, dat ze uiteindelijk toen hun nucleaire wapens hebben ingeleverd, want als ze dat niet hadden gedaan, was het nu misschien al compleet uit de hand gelopen. Hè. Dus hoe erg ook om te zeggen, maar dit blijft een conventioneel wapentuigverhaal, en dus dit blijft een slagveld waarbij conventionele wapens worden ingezet. Chemische wapens niet of nauwelijks. En alles wat met biologisch en nucleair te maken heeft ook niet. Dus dat zit, op dat vlak zit dat, als er dan toch ergens een lichtpuntje is, dan is het toch het teken dat men daar voorlopig vanaf blijft. Hè. Dus dat is op zich al positief in deze donkere dagen. Maar sowieso betekent dat ook wel dat wij ook eens goed moeten nadenken over wat we gaan doen met Belgische defensie en op vlak van aankopen, op vlak van policy. We hebben geen zware artillerie meer. We gaan onze drones niet bewapenen. We hebben onvoldoende F-35's aangekocht. We hebben geen derde fregat. Dat staat allemaal niet in de plannen van de donder. Als we niet naar 2% gaan tegen 2030, gaan we dat ook niet kunnen bijkopen. Dus ja, ook voor Belgische Defensie zit hier ook heel wat slecht nieuws in. En we moeten daar gewoon op blijven hameren. En voor mijn part, als de N-VA volgende keer terug in de regering zit, dan moet dat gewoon tegen 2030, toch die 2%, moet dat gewoon gehaald worden. Daar kunnen we niet buiten. Trouwens, hiermee gaan onze bondgenoten ook niet kunnen lachen. Dus degenen die denken dat die roep, dat die
De Crow, zeg nu. Je doet het erom. Ja, je doet het erom. Het is nogthans niet zo. Maar dus dat de Crow volgende week daar op applaus, zijn discours op applaus gaat ontvangen worden, vergeet dat dus maar. Hè. Hij gaat ook serieus de wind van voren krijgen. Oké. Okay. Sterkte, jongens, bedankt. Sterkte, ja, bedankt. We doen ons best. Tot ziens. Dag. Oké, dag. Bedankt.